Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik ben Jamie en vandaag heb ik een video voor jullie die helemaal in het teken staat van klagen. En ik weet niet waarom ik dit deed, maar mij niet uit. Vandaag in deze video ga ik lekker klagen en irritaties opnoemen die mij bezighouden als ik in het openbaar vervoer zit, als ik ga shoppen en natuurlijk het grootste doel van heel deze video, concerten. Dus, ben je benieuwd waar ik me aan irriteer? Blijf vooral deze video kijken. Laat even weten in de comments waar jij aan irriteert. En dan gaan we beginnen. Laten we beginnen met de trein. De trein is echt een unieke oplossing om van punt A naar punt B te gaan. En het is ook echt een plek waar je lekker kan zitten, even bij kan kletsen, lekker lang film kan kijken, maar ook kan lezen. Maar er zijn een paar irritaties die ik daaraan heb hoor. Niet aan het lezen, film kijken of whatever. Maar ik heb het eerder aan het uitstappen en het instappen in de trein. De trein komt aan, bijvoorbeeld op, zeg maar wat, op Delft. En je staat rustig te wachten op het perron met een kop koffie. Omdat je de trein in wil. Maar de deuren gaan open. Maar eerst moeten de mensen die erin zitten eruit. Er zijn er altijd twee mensen of een paar mensen die eerder naar binnen willen. En niet eens de kans geven om de mensen eruit te laten en dan pas in te gaan om de beste plek te hebben. Dan denk ik echt weer, hallo, je kan heus wel zitten hoor. Er zijn zoveel plekken over de hele trein. Oké, niet in de ochtend, want ja, weet je, dan moet je staan tot een bepaalde halte. En dan gaat heel veel mensen eruit, bijvoorbeeld Leiden en zo, gaat iedereen eruit of iedereen erin. Maar Delft is daar integer wel heel rustig. Dan komt de volgende irritatie. En dat is als je in een stiltecoupé zit. Er staat een heel groot bord met iemand die zo doet. En dan komen er toch een paar mensen binnen die praten in een stiltecoupé. Of die gaan zo lopen bellen. Hallo? Ja? Nee? Ga weg? Zulke dingen worden dan gezegd. En dan denk ik echt van, what? Ik ben niet voor niets in een stiltecoupé gaan zitten hoor. Dus kan je even op de gang bellen, want dit gaat niet goed. Het punt is ouderen en kinderen in de trein. En ik heb niks tegen kinderen en ouders, helemaal niet. Maar die kinderen, die zijn echt soms heel erg vervelend in het openbaar vervoer. Dan denken ze dat de trein een fucking speelplaats is om vervolgens verstoppertje of tikkertje te gaan doen in de trein. Of dan komt er een kind in. En dan heb je muziek op, la 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 la, weet je wel. En dan hoor je dat kind, hoor je gewoon letterlijk janken door je muziek heen. En dat is het kutste gevoel wat je ooit kan krijgen. Om naar een kind te horen huilen, terwijl jij rustig op je jam mee aan het genieten bent. Hinderlijk. Oké, dan zijn we overgekomen op het volgende onderwerp en dat is de Primark. Daar irriteer ik mij nog het allermeest. Oké, laatst had ik toch iets. Ik liep in de Primark bij de mannenafdeling in Rotterdam, in Alexandrium. En er waren mensen, hadden een kinderwagen. Ik snap sowieso niet waarom je een kinderwagen meeneemt naar de Primark. Je weet dat het tering druk is, waarom neem je dan in godsnaam een kinderwagen mee? Maar goed, een kinderwagen. En op een gegeven moment was ik rustig aan het kijken en ik was een beetje geïrriteerd, want ze hadden dit ding niet wat ik wilde hebben. Dus op een gegeven moment ben ik aan het lopen, weet je wel, en een kind duwt een baby, duwt in een kinderwagen, duwt rentkaart op me af en die rijdt zo op me in. En dan gaan hun tegen jou zeggen, kan je niet uitkijken? Sorry hoor, maar jij rijdt mij aan, wie moet hier dan uitkijken? Niet ik hoor. En dan ook nog door blijven duwen ook. En dan denk ik van, hallo, nee. Ga weg. En dan die ouders, die zitten daar dat kind heel raar aan te kijken. Of een, goed zo kind, je hebt iemand aangereden en nu krijg je een snoepje. Nee, hou gewoon op. Bij Primark moet je sowieso geen kinderwagen hebben. Ze moeten daar een kinderwagenverbod hebben. Sorry dat ik het zeg, maar ik kan daar echt zo agressief uit de bocht komen. Maar het is gewoon heel erg hinderlijk als je lekker aan het shoppen bent en dan komt een kind op je afgereden. En die zegt niet eens sorry of whatever. Ik heb ook een keer gehad dat er iemand, een vrouw, op mijn voet ging staan. En tegen mij zegt, kan je niet uitkijken?
echt zo'n heel arrogant jerk. Dan gaat ze van, oké, jij staat op mijn voet en ik moet uitkijken. Dat klopt niet. Maar die paskamers daar, oh mijn god, daar gaan we echt niet over beginnen. Die zijn onwijs lang. Die staat letterlijk voor maar misschien 2 kleine items, 3 kwartier in een rij. 3 kwartier in een rij om te passen. Daar ben ik al lang mee gestopt, by the way. Want of je moet heel vroeg gaan, maar dat schiet ook niet altijd op. Of je moet het allemaal mee naar huis nemen, betalen en dan gewoon thuis passen en alles wat je niet past terugbrengen. Want dat is heel vaak gewoon de beste oplossing. Dat doe ik altijd. En ja, en ook dat verhaal over dat kinderding, helemaal top. En punt 3, concerten. Je kan er niet genoeg van krijgen van concerten. Ik ben er echt dol op. Ik geef het liefst al mijn geld uit aan concerten. Helaas kan dat niet, want zoveel geld heb ik niet. Maar dan het ergste. Die deuren gaan open en dan gaat iedereen duwen, rennen, springen, haren trekken, knijpen, whatever. En dan vervolgens sta je echt als een kip in een hokje. Een veel te klein hokje. En dan denk je echt van, hallo, iemand gehoord van space? Weet je wel? En dan zit je echt van, oh, ga weg. Weet je wel? En dan hoor je in je nek, weet je wel? Dan denk je echt van, come on, please. Dat is zo ontzettend haatvol. En dan sta je front row. Nee, je staat dan niet front row, want je staat letterlijk front row, want je lichaam, die staat bijvoorbeeld, als je hier het hek hebt, je lichaam staat hier en je gezicht staat hier. Dus zeg maar, je staat dan zeg maar gebogen. Nou, als je zo echt letterlijk 3,5 uur moet staan, dan kan je maandag gewoon zo ook naar school. Met een stok. Ik voel me dan echt bejaard. Sorry dat ik het zeg, maar hallo, je komt heus wel aan de beurt. En ook van die mensen die dan mee gaan zingen. Kijk, ik heb niks mee tegen meezingen. Ik doe het zelf ook. Maar dan echt midden in je oor gaan schreeuwen. Nu laat ik je love. Weet je wel, zulke dingen. Dan denk je echt van, oh. En dan hoor je gewoon letterlijk aan het einde van de dag, hoor je gewoon hier een piep in je oor. Omdat je dan gewoon alleen maar doof bent in dit oor. Zo haatvol. Dit was het dan weer. Ik heb lekker veel geklaagd. Mijn hart is gelucht. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Vond je dit nou een leuke video? Doe je duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder de video. En vergeet me ook niet te volgen op social media. Allemaal in de beschrijving. En dan bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie volgende keer weer bij een nieuwe video. Doei doei.